De vorige keer in Zoe en Silos. Volgens mij vindt Tom mij leuk. Wacht even, hij heette toch Silos? Zoe weet ze geen raad met Tom en Silos. En Silos wordt weer betrapt door Lex. Wat zijn we hier nu aan het doen? Dat is nou wel de tweede keer, hè? Dat ik jou bij toeval op een slordigheidje betrap. Wat is Tom van plan? Je zit me gewoon te zieken. Heel toevallig ligt mijn complete lunch in het verblijf van de aardvarkens en loop jij ineens met Lex voorbij terwijl ik mijn gitaar speel. Ik? Spelen? Ik zou het een enorme eer vinden. Zou je misschien mee willen doen? Hey, ik moet gaan. Doei! Silos staat er alleen voor bij zijn eerste echte optreden. Silos! Zal dat wel goed gaan? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Burgers Zo in Arnhem. Zou ik alle dagen bij je zijn? Alle uren van de dag droom ik daarvan. Je te ruiken, zien en horen lijkt me oh zo fijn. Al weet ik dat het eigenlijk niet kan. Voor mijn gevoel kan ik geen enkel woord verzinnen. Want het zit zo ver verstopt hier diep van binnen. Zo ver van mij vandaan, maar toch dichtbij. Ja, de mooiste ben jij. Want als ik aan je denk, dan word ik vrolijk en blij. Jouw schoonheid een wonder, jij bent zo bijzonder voor mij. De allermooiste ben jij. Bij jou is alles mooier en het water altijd blauwer. Zoveel dieren te aanschouwen, onder water in de lucht. En het groen van... Silos! Silos! Vervelend nou. Spijt me. Nou, dan wou ik graag het woord geven aan onze directeur. Ja, dankjewel. Ja, dank jullie wel. Goedenavond allemaal. Zoals jullie weten is Burgers Zoo eigenaar en beheerder van een heel groot stuk mangrovenbos in het Midden-Amerikaanse Belize. Nu ben ik op zoek naar de medewerker die alle onderzoeksskills in zich heeft om dit gebied te onderzoeken. En om alle opgedane kennis mee terug te nemen naar dit park. Zodat wij hier onze mangroven nog beter en nog natuurgetrouwer kunnen maken. Ieder personeelslid die mag een test doen. Degene die deze test wint, die mag naar Belize. Om daar samen met de lokale rangers van de mangroven onderzoeken te doen. Dank jullie wel. Dankjewel. Nou, dat lijkt me een mooie uitdaging voor sommigen. Maar hier eerst. En dan de rest. Ja, is het oké. Dank jullie wel allemaal en tot ziens. Daar is mevrouw Amore. Ik snap er niks van. Mannen zijn nog niet te begrijpen, schat. Oh, nee, mezelf. Ik snap mezelf niet meer. Hier is maar één medicijn voor. Een mama knuffel. Kom. Nou, vertel, wat is er aan de hand? Er is dus een jongen, Silos. Ja.
En toen vroeg hij of ik met hem mee wilde zingen. En wat heb je gezegd? Ik raakte in paniek en ik sprong de eerste de beste bus in. Van wie zou je dat nou hebben? Oh, ik voel me zo dom. Zo dom. Ja? Gaat alles goed daar? Geweldig. Hoe ging je optreden? Geweldig. Kon niet beter. Echt? Ik ga slapen. Je moet nog eten. Hebben we daar gedaan. Oh, nou, trusten, jongen. Dus je weet wat je gaat zeggen morgen? Dankjewel, mam. Tja, als je mij toch niet had, hè. Kom hier. De pinguïns zijn, zoals jullie zien, zwart-wit van kleur. En onder het verenpak zit een donsverenpak, een soort thermisch ondergoed, om ze te beschermen tegen de kou. Maar hebben ze het dan nu niet heel warm? Nou, deze niet. Dit zijn zwartvoetpinguïns. Die wonen niet op de Zuidpool, maar in Zuid-Afrika. En die kunnen niet zo goed tegen de kou. Echt niet? Nee, soms staan ze zelfs te klappertanden als het een beetje vriest. Wie kan mij vertellen waarom pinguïns zwart-wit zijn? Ik. Oh, zo ken ik je weer. Het zijn schutkleuren. Hun witte onderkant zorgt ervoor dat ze niet worden opgemerkt door roofdieren zoals orka's of haaien die onder ze zwemmen. Ze zijn amper te zien tegen de zon in. Maar de bovenkant... Als orka's of haaien boven ze zwemmen, zorgt hun zwarte bovenkant er juist voor dat ze niet opvallen in het donkere water. Nou, ik ben blij dat je weer terug bent, Zoe. Ik ook. Gaan we zo ook nog naar de zeekoeien? Ja. Hey. Ja, hou je opmerkingen maar bij je. Hoezo? Ik vond het echt dapper van je. Ja, ontzettend dapper. Stond dapper voor aap. Ik zag je wel genieten van mijn afgang. Serieus, ik heb wel gelachen aan het begin, maar ik vond het echt goed wat je deed. Sorry. Mag ik nu even lachen? Echt. Serieus. Als de dag komt dat ik jou serieus kan nemen... Hier zijn we bij de Caraïbische zeekoeien. Ze hebben eigenlijk het duurste dieet van het hele park. Want ze eten andijvie. En dat is er niet het hele jaar. Ze kunnen 20 minuten onder water blijven als ze rustig zijn. En normaal gesproken komen ze om de 5 minuten boven water om adem te halen. Zoe, de zeekoeien zijn daar, beneden. Ik heb nog nooit hierboven een zeekoe rond zien lopen. Nee, dat weet ik. Zoek iemand. Is hier geen verzorger bij? Je bedoelt Silos? Ja. Zou kunnen. Ik ben bang dat hij net als die zeekoeien daar vandaag onder water wil blijven. Waarom? Nou, dat is mijn schuld. Ik had hem nooit voor de leeuw moeten werpen. De leeuwen? Bij wijze van spreken. Oh, dat optreden. Ja, klopt. Hoe weet jij dat? Hoorde ik toevallig. Vind je hem leuk? Nee. Ik geloof het wel. Nou, misschien kunnen we beter hier blijven wachten tot hij boven water komt. Kan je me een beetje opvrolijken? Oh, mensen. Jij, kom eraan. Ik kom eraan. Van gisteren. Hoezo? Dat ik ineens wegging. Het is oké. Het heeft een gênant optreden bespaard. Ging het niet? Ik raakte totaal de weg kwijt. Lex vond dat je het goed deed. Ik ben er klaar mee. Ik raak die gitaar nooit meer aan. Tuurlijk wel. Ik ga je helpen. Jij zocht toch nog een zangeres? La la la. Zoiets? Laat mij mee. Ja.
De volgende keer in Zoe en Silos. Zoe, hey, kom. Tom, wat doe je? Ben ik gelegen? Betere timing kon niet. Staat hij bij je? Nee, niet hij. Wel een andere hij. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Burgers Zoo in Arnhem.